Je zit tegen het hek. Oh, je zit tegen het hek. Ik rij schade. Jongens en meiden, en welkom weer terug eens bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 8:30 ochtends en ik ga hier even de auto in, want ik ga niet de deur uit, maar ik moet de auto aan de kant zetten, omdat straks hier iemand voor de deur staat die voor de vloer langskomt. Een hele goede morgen, jongens en meiden. Ik ben echt nog een beetje moe. Ik ben net 5 minuten mijn bed uit, maar zo. Ik moest de deur in ieder geval al open doen. Of mijn auto aan de kant zetten. Zodat straks daar ook een andere auto hier dus op de oprit kan komen te staan. Dus ik zet mijn auto hier lekker op zijn plek waar die hoort. En ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Want vandaag gaat dus de nieuwe vloer boven komen op de slaapkamer. Wat super fijn is. Heel erg nice. Ik kan niet wachten, want de vloer die er nu ligt, die is gewoon echt helemaal ruk. En het is gewoon inderdaad echt tijd voor een nieuwe vloer. Maar wij zijn vannacht pas om 2:30 gaan slapen, omdat we gewoon echt totaal niet moe waren en we kwamen niet in slaap en alles. Dus we hebben vannacht ook natuurlijk een reis geboekt. Voor als je wil weten waar we naartoe gaan, moet je eigenlijk even de vlog van gisteren kijken. Wat super gaaf is. Maar 2:30 en het is nu 8:30. Dus dat betekent dat ik niet heel erg lang geslapen heb. Zo, jongens. Kijk eens aan. We staan hier dus in de gastenslaapkamer. En hier gaat straks dus alles eruit gehaald worden. Je vraagt je misschien af, waarom heb je nog je bedden en alles hier staan? Gelukkig was dat afgesproken. Want goedemorgen, Anthony. Goedemorgen. Jij gaat alles eruit slopen hier en doen. We gaan ons best doen. Kijk eens, de eerste plank is hier er al uitgehaald, dus dat is hartstikke mooi. Kom. Dit laminaat ligt er nu al volgens mij zo'n 2 jaar, jongens. Maar ja, het is gewoon. Er komt nu gewoon echt mooie PVC, zoals beneden. We gaan ons best doen. Maar vandaag moet. Je hebt alle planken al mee, volgens mij toch? Ja, die liggen in de bus. En die moeten dan vandaag wennen aan de temperatuur? Ja. Oké. Okay. Ja, die ga ik zo meteen hierboven brengen. Ja. En dan kan het alles lekker wennen. Nou, hartstikke mooi. Dat is fijn. Ja, en zoals ik dus inderdaad zei, de spullen die staan hier nog, die moeten natuurlijk wel eruit. Maar omdat we gisteren dus thuis gekomen zijn van vakantie, hadden we er echt nog maar even geen tijd meer voor. Maar gelukkig wist Anthony er vanaf, anders was het wel heel lullig geweest. Ik ken hem al een beetje hoor, dus dat is wel goed. Ja, ja. Wat dus ook moet gebeuren, jongens meiden, is dat deze kast gaat er ook uit. Kijk, deze is natuurlijk al 2 jaar lang, staat hij er eigenlijk een beetje zo bij met die lelijke mos overblijfselen. Nooit meer eraf gehaald, ziet er ook echt niet uit. Maar die gaat er dus ook uit, zodat het gewoon één hele grote open ruimte wordt. Er komt dus waarschijnlijk wel een kast voor terug, maar ja, deze is wel echt een beetje aan zijn einde ook. Dus vandaar, deze gaat er gewoon uit. Zo, kijk eens aan. We zijn heel eventjes verder en het begint nu al gelijk op te schieten. De hele vloer daar is er al aan die kant uit. De bedden zijn al een beetje aan de kant. Kijk, hier gaat het ook wel snel met al die planken. Hier zijn even alle bedden opgestapeld en in de gang is het nu echt een puinzooi. Maar alles moet hier natuurlijk eventjes staan. Dus hier zijn alle matrassen en dingen. Hier liggen de dekbed overtrekken, de kussens. Echt alles, want er is voor de rest even geen plek. Kijk, ik heb zelfs ook al alles eventjes hier in deze kamer neergelegd. Alles opgestapeld. Maar dat moet even, want voor de rest kan het nergens anders staan. En het moet straks natuurlijk ook wel weer terug, die kamer in. Dus dat is top. Gaat sneller dan ik dacht. De vloer is voor zo goed als eruit. Maar nu, de kast hier. Kijk, we zouden hem natuurlijk helemaal eruit kunnen slaan en trappen en weet ik veel wat. Maar jij zegt dat het misschien... Misschien gaat dat de verkeerde kant op. Dat, En je bent niet verzekerd, dus... Niet verzekerd. Dus dat is misschien niet heel handig. Maar hij moet er gewoon uit. Kijk, er zitten hier dus alleen ook 2 stopcontacten. Maar in principe, als je dus, let op. Kijk, als je er een trap tegen aangeeft. Hij zou er wel gewoon uitgetrapt kunnen worden. Maar dat is misschien niet de beste oplossing. Wel de leukste, maar niet de beste, denk ik. Dus we gaan heel even kijken wat anders kan. Kijk. Ja. Niet alleen vloer, hè. Je ziet het. Ja, van alle markten thuis, jij. Komt-ie, kijk. Op, dat is het paneel. Kom je uit de kast? Yes, ik kom uit de kast. Hoppa. Ja, je bent de eerste die het weet. Ik zal het maar gelijk vertellen. Dankjewel, ik voel me weer. Ja. Nou mooi, dat paneel is er dus uit, jongens. De spiegel is er ook uit. Spullen eruit, jongens. Dat staat er allemaal in. Verwarmingstuurtje. Helaas, wat mooi gebruikt.
komt los, dat zie ik wel. Ja? Ja. Oké, okay, ik sta hier op de sokken. Maat 46. Maat 46. Goedemorgen. Oké, okay, dit zijn stalen neuzen. We gaan namelijk gewoon maar trappen, jongens. Want kijk, ik ga het even voordoen. Als we zo'n trap geven, dan moet het lukken. Want we gaan het op de nette manier waarschijnlijk niet doen. Toch? Nee. Dat gaat er niet worden. Nee. Oké. Okay, ja, dat is niet leuk natuurlijk. Nee, daarom. Daarom niet is dat het leuker. Nee, deze schoenen zijn echt heel zacht. What the fuck? Zo, ik heb maar 44, dus op zich. Chill. Oké. Okay. Ja? Yes. Oh-oh. Ja. Oh mijn god. Mijn deur. Oké, okay, ik heb ook een nieuwe deur nodig. Dat wordt de nieuwe deur ook. Er zit een beschuiving op. Maar hey, hij is wel uit. Ja, nu de andere helft. Oké, okay, jongens, dit was het eerste stuk. Dus dat is top. Hé, hey, die schoenen werken goed, man. Ja. Ja, jongens, er moet sowieso een andere deur in waarschijnlijk. Want ik heb nu dus die gemaleerde deur. Daar ben ik toen voor gegaan. Maar in principe is denk ik gewoon een normale dichte deur wel weer beter hier. Zodat ook qua privacy misschien en andere dingen. Oké, okay, dit is wel zonde. Nou. Dat ligt op de grond. Ja, deze kan nu ook nog. Ik denk alleen dat ik wel even dit eruit moet halen. Of zal ik het gewoon... Of zal ik deze eruit trappen? Ik zou hem eerst even leeg halen. Ja? Kijk, de tips zijn wel even handig, jongens. Die komen goed uit. Ik ga hem eerst even leeg halen. De stroom is eraf gehaald, jongens. Ik heb even gekeken in de groepenkast welke het precies was. Dus als het goed is, hebben we nu geen stroom meer op dat ding staan. Ja, jij bent de tester. Ja, je hoort het vanzelf, hoor. Ja, kijk. Je bent nog niet geëlektrocuteerd, dus het gaat nog... Even afkloppen. Zo. Vind je dit spannend? Ik vind het heel spannend. Ja. Ik doe het even. We gaan voor de tweede trap er tegenaan. En dat is dus de voorkant. Dus ik ga de camera weer aan jou geven. Yes. Oké, komt-ie. Kijk uit dat hij niet op je valt. Nee, ik ga even veilig staan. Ja? Ready? We zijn... Oeh, ik ben echt bang dat het opvalt. Ik vind het echt eng, man. Zal ik gewoon doortrappen? Ja, hè? Even bovenlak. Kom op. Jezus. Ik durf het echt niet. Ik vind het echt eng, man. Gaat goed komen, hoor. Hij is wel een soort van los. Dus de stroom is er ook af. Gaat straks een klap worden, jongens. Ik als je nu een trapje geeft. Oké. Okay. Ik ga maar even de camera neerzetten, jongens. Voordat straks alles in dondert. Ik kan het een beetje opvangen. Ja? Yes! Oké, okay. Zullen we rustig neerleggen? Ja, ik weet niet of dat rustig kan. Een soort van rustig. Dit was het rustigste wat we konden. Oh, verdorie. Heb je pijn? Nee, geen pijn. Okay. Zo, dat was nog best zwaar eigenlijk. Oh, dat was een flink beurtje. Oh. Ja. En nu naar beneden. Goedemorgen, jongens. Oké, wat er nu dus nog even moet gebeuren is... De stroom wordt hier nog afgeplakt. Nogmaals, de stoppen zijn er nog steeds vanaf dus. En dan kunnen we hem hopelijk straks weer aanzetten. Als het goed gaat. Ik moet natuurlijk wel even erbij zeggen... dat het beter tot stand gekomen is met de hulp van BNS Design. Dat is sluipreclame. Oké, moment van de waarheid. Moment van de waarheid. Ik hoop dat het goed gaat, jongens. Dit is eng, want stroom is altijd het kutste natuurlijk. Oké. Ready? Komt-ie. De stroom staat erop. Je hoort het piepje. Alles gaat weer aan. Moet goed zijn. Ik hoor geen klap. Niks. Leef je nog? Ik ben er nog. Oké. Okay. Gelukkig. Dat bedoel ik. Kijk. Gefixt. Yes. Yes. Wat een diploma erbij. Hartstikke mooi. Elektricien, vloeren leggen, sloper, alles. Van alle markten thuis. Ja, het opruimen moet nu ook gebeuren. Of in ieder geval even alles netjes aan de kant. Dus
kijken. Dit is het zwaarste deel wat we hier hebben liggen. Daarnaast dit is het zwaarste, de deur, maar alles mag in principe kapot. Even rechtop zetten. Yes. Hier zit een beukje doen als je hier blijft staan. Ja, dat is het. Nou, tot morgen. Ja, tot morgen. Ja, kijk. Opa. Alle grote delen zijn uit elkaar. Top. Nou, hey, succes. Ik ga er ook voor. Ja, ja, ik ook. Ja, jongens, wat een kutwerk. Maar ja, het in ieder geval... Hoort erbij. Ja. Nou, de kleine deeltjes die allemaal naar beneden moeten vallen dus wel mee. Maar de grote delen zijn uiteraard het zwaarst. Dus die gaan we... We hebben net één gedaan. We gaan nu de volgende doen. Kijk, het past ook allemaal wel net, jongens. Zie je? We hadden net het... Ah, moeten we die matras even neerleggen. Gooi maar om anders, hoor. Ja? Ja. Hoppa. Oh. Te vast. Dat was er één. Ik ruik gewoon een zweetje, dat heb ik nooit. Ja, maar dat was ik, hè? Oh, dat was ik. Dat ben ik. Als deze eruit is, jongens, dan hebben we echt het zwaarste gehad, denk ik. Weer een beest, man, jij. Ja. Ik heb even gedoucht, even mezelf opgefrist, jongens en meiden, want Lin en ik gaan straks de deur uit. Lin is ook lekker ontwaakt uit haar slaap vanaf de jetlag natuurlijk. Kijk, ik ging om 8:30 op, want ik moest natuurlijk lekker hierbij helpen. Maar Lin heeft gelukkig even wat langer kunnen slapen, want die heeft dus ook niet geslapen toen met de hele, hele terugreis. En ik had gelukkig wel echt lekker 8 uur lang mijn ogen dicht gedaan. Dus dat scheelde wel eventjes. Dus Lin heeft echt even lekker slaap ingehaald. Daar is ze. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Heb je de klappen niet echt lijp gehoord net? Ik hoorde wel klappen, maar het was niet dat ik dacht, oh, ik ga uit bed. Stel je voor, ik had mijn nek gebroken daar en dacht je, oh, prima. Nee, ik hoorde jullie lachen. Ja, het was ook wel echt ontwacht. Ik hoorde jullie lachen, ja. Nou, dan denk ik, ja, weet je, ze hebben het echt heel leuk. Ja, het was oprecht wel echt leuk. Ik blijf lekker liggen. Ja, dat snap ik, jongens. Zoals ik al zei, Lin moest even slapen halen. Maar kijk eens aan. Ik ga ook even mijn haar doen, want Lin en ik moeten straks dus samen naar de dokter toe. Ik zal jullie straks vertellen waarom dat is. En hey, mijn tanden zijn wit. Kijk eens. Oh. Eerlijk? Ja, het werkt wel echt goed. Ja, die van jou zijn helemaal wit. Dat is next level. Ik heb ze niet gebruikt. Nee, maar duidelijkheid. Lin, de tanden zijn van zichzelf al wit. Alleen het is echt zoveel verschil. Dat is echt niet normaal. Ik ben er echt blij mee met die white strips die hier liggen. Het is echt overal een pokkenbende op de bovenverdieping. Maar dat komt echt omdat we nu weer even net thuisgekomen zijn en bezig zijn met daar de verbouwing. Ja, de timing is echt heel krap. Alles, ja. Zeg maar, alles moet nog opgeruimd en uitgepakt en er is al een verbouwing in plaats. Ja, goede timing. Nice. Ik ga dus even snel mijn haar doen, jongens. Ik loop gewoon lekker in mijn kloffie, maar het kan gewoon prima bij de dokter. Dus ik heb hier Michelle. Niet met jou, maar Michelle. Michelle. En dan ga ik even lekker de shell in mijn haar smeren. Lekker. Lekker, hè? Wel genoeg shell pakken. Ik pak genoeg shell, hoor. Wil je ook een beetje shell in je haar? Ja, ik moet ook een beetje shell hebben. Echt, jongens, wie noemt het nou shell? Nee, ik zeg gewoon, heb je je shell? Het is toch gel, schat? Gel, shell. Zeg eens gel. Gel. Mag ik met gel? Mag ik met gel? Ik kan heel goed Nederlands praten. Oké, nou, dit is gefixt. Helemaal top. We kunnen zo de deur uit. Ik doe nog echt lang. Nee joh, badjasje aan. Helemaal nee, top. Want dit. Die is kutstaart. Kutstaart? Zo vermoeiend. Ik weet zeker dat alle meiden die hier nou naar kijken, die kennen de pijn dat je hele arm slaat. Dus je strakke staart wel. En dat is zo moeilijk. En ik ken alle jongens die ook deze video kijken en denken van... Dit gezin me gereed. Ik doe gewoon lekker Michelle erin. En ben klaar. Zoals nu. Hey, succes. Oh. Goed, hè? Kijk, hier wordt ook gelijk lekker doorgewerkt. Wat ben je precies aan het doen? Ik ben nu aan het opruwen. Dan ga ik hem ontvetten. En dan ligt het klaar voor morgen. Nou, mooi. Ja, maar morgen gaan dus de eerste PVC dingen komen, hè? Ja. Oké, okay. Nou, top. Beginnen. Kijk eens, helemaal klaar. Je werd hoe had je dat genoemd? Nee. Door een roosje. Omdat ze zo lang ligt te slapen. Anthony ziet er voor het eerst. Hij zegt, hey, voor het eerst. Goedemorgen. Nee, ja, niet voor het eerst. Ik heb hem echt al heel vaak gezien. Ja, klopt. Maar vandaag voor het eerst bedoel ik. Hij zegt, goedemorgen door een roosje. ja. Oké, nou jongens, we gaan dus nu naar de dokter toe. Omdat wij hebben een tijd geleden dit verteld in de vlog. Dat wij ons gaan laten checken op het cystic fibrose. Of wij... Dragen zijn. Wow, ik ga bijna tegen de hek aan. Zo.
ja, of wij drager zijn of niet. Maar daarvoor moet je dus eerst een gesprek bij de dokter hebben. Oh, je zit tegen het hek. Je zit tegen het hek. Oh, je zit tegen het hek. Fuck, dat meen je niet. Ja? Ik zat niet. Jawel. Mijn piepetjes doen het niet. Fuck. 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 Is het erg? Oh, ja. Ja? Ja. Nee, ik maak echt geen grap. Stap maar beter uit. Oh. Kutzooi. Dat weet je niet. Ik rij schade. Ik denk vooral dat het de lak is van de brug. Oh. Holy shit. Ik denk vooral dat het gewoon de lak is. Oh mijn god. Oké, dit kan je dan wel afpoetsen inderdaad. Oké, het is vooral de lak, maar je hebt hier wel een... Oké. Voilà. Kut, sorry. Kut. Dat komt omdat we zo lang op vakantie zijn geweest. Ik ken de brug niet meer. Zou jij je best iets naar achter kunnen zetten? Dan kan ik even de draai wat makkelijker maken. Ja, het is iets te laat, ja. Maar niet uit. Het is niet jouw schuld hoor, het is niet jouw schuld. Oh, we zijn en in een haast jongens, en ik ben... Hé, mijn piepertjes gingen ook niet af. Gods, die mijne. Zou ik heel even bellen dat we iets later zijn, want we zijn alweer te laat. Ja, kut, sorry. Oh, dat is kut. Nou ja, gelukkig heb ik nogmaals een onderhoudsbeurt, dus misschien dat ze daar iets kunnen polijsten. Ja, wat ik zeg, het leek heel heftig, maar het is allemaal lak van de brug. Fuck, dit is de eerste keer in 3 jaar dat ik hier woon. Welkom bij Gezondheidscentrum Dokter aan de Gezondheid. Er volgt nu een keuzemenu. Voor levensbedreigende situaties, kies 1. Om doorverbonden te worden met de doktersassistenten, kies 2. Nu doen ze het wel inderdaad, hè? Alles door elkaar heen, ik kom gek. Goedemiddag, huisartspraktijk. Hi, goedemiddag met je van Lettoy. Wij hebben om 1 uur een afspraak, maar ik rijd hier net tegen een paaltje aan bij mijn eigen huis met de auto, nu ik wegging. Oh. Ja, dus we zijn al 6 minuten te laat, maar we komen eraan. Oké, ik ga doorgeven, ja? Is goed. Dankjewel. Oké. Doei doei. God, jongens. We zijn weer terug in Nederland. Zo, en ik ben echt net wakker. Er gebeurt zoveel tussen tegelijkertijd. Oh my god. Zo, ik kom de kamer uit, kan ineens een stap zetten. Tyfus wendel, ik breek bijna mijn nek op de trap. Omdat ik blote voeten had en dan liggen houtsplinters. Oh, het is de eerste keer in 3 jaar dat ik tegen mijn brug ga rijden. Echt de eerste keer in 3 jaar. Ik weet niet hoe. Ik zat gewoon niet voor me te kijken, omdat ik echt in een haast was en alles tegelijk. Oké, we gaan in ieder geval naar de dokter toe om ons dus te laten testen op cystic fibrose. Het gen voor als wij kinderen willen krijgen of we dat doorgeven aan onze kinderen, waardoor we dus anders een ziek kind op de wereld zouden zetten. Als je betere uitleg daarover wil hebben, moet je even deze vlog kijken die nu in beeld staat. Daar zijn we er eventjes wat dieper op ingegaan waarom we dit precies gaan doen. Maar we hebben dus eerst een afspraak bij de dokter waar we eerst eens gewoon nu een gesprek hebben, een normaal gesprek. Dus we gaan nu niet gelijk bloed afnemen of iets anders. Het is je mag eerst... parkeren. Oh ja, ik mag hier wel parkeren. Het is eerst gewoon een gesprek binnen. Maar bij de dokter mag helaas nooit gefilmd worden. Dus ja, we gaan gewoon naar binnen. En dan zien we het wel. Wat een ochtend. A few moments later. Nou, we zijn echt 20 minuutjes verder. Even een gesprek gehad. En het is gelukt. Dus dat is mooi. Ja, wij moeten. Hoe noemen ze het nou? Nee, ik weet het niet. Subjectieve biometrische af. Ik heb geen idee. En dat is een heel moeilijk woord. Maar de wachtrij daarvoor is 84 dagen. Dus dat is lang. Ja. Dus we moeten 84 dagen wachten om ons te kunnen laten testen. Ja, en dan nog 6 weken voordat de uitslag er is. Ja. Maar ja, nogmaals, we willen wel gewoon natuurlijk het zeker weten. Het is even afwachten. Ja. Zo, dat kan allemaal eventjes heel moeilijk uit, maar ik zit even tegelijkertijd na te denken over hoe en wat nu. En over je auto. Ja, ook nog. Nee, dat boeit me niet. Nee, maar we hebben dus even een kort gesprek gehad waarin we het eventjes in kaart brachten dat mijn vader dus drager is en jouw moeder drager is. En dat we geen ziek kind op de wereld willen zetten natuurlijk. Ja, helemaal niet als je een keuze hebt. Nee, omdat we het juist kunnen voorkomen. Ja. Maar over 84 dagen moeten wij dus naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. En dan gaan ze dus zo'n hele test doen. Allebei moeten we getest worden. Ja, en dan, ze zijn misschien eerder. Ja, misschien eerder. En dan weten we dus meer. Ja. Kijk, we gaan er echt van uit
dat we het allebei niet hebben. Ja. Of al zou ik het hebben en jij niet. Eén persoon is al genoeg. Gewoon één persoon die het niet heeft is al genoeg. En dan zou je dus al geen ziek kind op de wereld kunnen zetten. Wij zijn weer terug. Lin zit er een beetje doorheen. Oh, ik krijg hier echt... Ja, dit is kut hè, die troep. Ja, ik kan gewoon echt niet. Maar het is voor een mooi doel. En kijk eens aan. Hey. Zie je eens wat een ruimte? Mag je opstaan? Ja, je mag hier opstaan. Wat een ruimte zo, hè? Huh? Ik vind het kleiner lijken. Kleiner? Wat? Ja. Echt? Ja. Kleiner? Hoe dan? Wow, ja, voor mijn gevoel wel, ja. Eigenlijk. Nou, dit, jongens, is dus inderdaad gewoon heel de kamer zonder die kast erin. Het is helemaal opgeschoven. Morgen wordt dus hier voor het eerst de vloer gelegd. En dan de volgende dag de andere kant. Of nou, misschien zelfs alles in één keer. Maar dan kunnen we al die spullen die nu daar staan naar daar verschuiven. En zo kan dus mooi de vloer gelegd worden. Dus dat is helemaal fijn. Toevallig trouwens, omdat we natuurlijk het net over kinderen hadden voor ooit de toekomst. Dit zou dus wel de kinderkamer worden. Dan. Ja. Gewoon deze kamer. Maar we hebben er zelfs ook over naast te denken om deze kamer misschien in tweeën te splitsen. Ja. Dus er twee kamers van te maken. Ja. Maar ja, we zouden niet weten hoe. Ja. Kijk eens wie er is. Och, hij is hier gewoon. Sinds dat we donder hebben niet geweest. Wie is het? Normaal. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Oh jongen, hoe is het? Goed, wat heb jij een goed kleurtje gekregen? En witte tanden, zie je het? Witte tanden? Nee, zie je het niet? Wat heb je gedaan? Ik heb white strips. Zie je het niet? Ja, een beetje, maar... Oh, ik dacht niet. Ja. Ik zit net te editen, ik zie het verschil. Ja, maar ik denk dat je het zelf heel erg ziet. Kom eens. Kijk, ik heb voor het eerst in 3 jaar vanochtend schade gereden. Ja, het valt gelukkig mee. Oh. Hier, ik heb tegen mijn brug aangereden. Hoe dan? Ging je er gewoon snel overheen? Ik had mijn piepertjes uitgezet en ik zat niet op te letten. En ik rijd gewoon en je hoort gewoon... Oh, maar gelukkig, het valt nog wel mee. Ja, het is nog te overzien. Kun je dit niet gewoon weghalen? Ja, ik hoop het. Ik heb binnenkort die onderhoudsbeurt natuurlijk, jongens en meiden. En het valt gelukkig mee. Het is echt een schandplek. Het is niet echt... Oh, wow, kijk trouwens, hier nou, zit ja, het ook. Ja, oh. Ja, dit is ook kut. Nou, kijk, dit maakt niet uit. Dit is kunststof volgens mij. Ja. Maar het is. Het is kut. Het is niet mooi. Het had erg kunnen zijn. Hey, je moet toch ook even een beetje normaler gaan beginnen te rijden, Gio. Ja, waarschijnlijk wel, hè? Kijk die remschijf van Lin trouwens. Wow, hè? Verroest. Dat viel mij op. Hè? Ja, kijk. What the fuck? Ja, het ziet er niet echt best uit. Hè, maar dat hoort niet, toch? Nee, het lijkt me niet, nee. Huh? Zeg gewoon, maar hoe lang heeft ze al niet mee gereden dan? Ja, maar ook hier, dat kan toch niet? Dat kan toch niet verroesten? Weet ik niet. Hier. Misschien wel. Geen idee. Is dat roest? Denk het wel. Geen idee. Kijk, Vincent meets donder. Huh, heb je hem nooit al nee, nooit? Hij is nog nooit hier geweest sinds donder. Besef hoe lang. Oh, hij is al 2 keer zo groot. Wat een lief ding. Donderientje. Holy shit, dit is zo schattig, hè? Cute, hè? Is hij lief? Ja, hij is fucking lief. Maar wow, ik had het helemaal niet door. Nee, ja, wij zijn een paar keer bij Vincent geweest. 3 keer of zo. Yeah. Maar hij is maar sinds... Echt, hoe lang hebben die donder al? Sinds kerst? Ja. Ja. Holy shit. Oh. Donderijntje. Oh, ja. Kijk hem lopen dan. Hij is ook echt knap, hè? Ja. Hij nee. Is ook echt... de mooiste kat. Ja. Nou, van het stel, ik moet zeggen degene waar Snip. Oh, hier. Ja, kijk, iedereen is echt, zeg maar, elke kant hier naar is van echt, maar kijk dit. Ik zei het toch, Vincent is echt fan van Snip. Hij is echt fan van Snip. Jij nou? Jij niet, hè? Nee, donder. Er was toen met Vincent en Lin. Nee, ik doe helemaal niet was, maar kijk, ik doe dus dit, zeg maar, dit zootje doe ik bij elkaar. Dus doe gekleurd, ik doe alleen wit apart. Dat is niet goed. Dus ik zei tegen Vincent, waar doe je dit dan? Wit en zwart, zegt hij bij gekleurd. Nee, gewoon bij gekleurd. Maar dan wordt dat toch helemaal gekleurd? Ja. Ik doe gewoon dit. Oké, okay, dus, okay, dus deze, okay. Deze trui was waarschijnlijk ook gewoon ooit wit. En hij heeft dus met een blauwe broek gewassen. Dit zou je samen kunnen doen. Dit, oké, okay, dat dan even los en dan doe je die hierbij gewoon zo. Ja. Want dit kan ook echt wel met die. Misschien dat je dat dan apart doet. Nee, ik doe alles apart. Dit was één, dit was één. Wat? Lekker man, goeie. Bij mij gaat het altijd nog goed hoor. Mijn trui, mijn shirt zijn nog steeds gewoon wit. Zit hier even te checken? Ja, nice. Oeh, dat zou ik niet doen. Dit, hou oeh, op! Dit zou ik toch echt bij gekleurd doen? Oh ja jongens, dit is echt een puinzooi in huis.
Sorry, heb je bovenaf gefilmd? Ja, dat heb ik al 100 keer gefilmd. Dat is voor als je buikpijn hebt. Of diarree. Ja, goeie. Het is juist een soort van, het ziet er een beetje uit alsof je het juist gaat stimuleren. Ja, daar krijg je juist diarree van. Ja. Maar Gio, jij hebt het al getest, toch? Ja, en het werkt goed. Ja. Dat hebben we uit Amerika meegenomen, jongens. Dit Pepto... Oh, kut, zo, what the fuck. Ik dacht dat de dop er niet op zat. Pepto Bismol. En het werkt echt goed tegen de buikpijn. Vincent heeft een liedje gemaakt. Oké, daar komt-ie. Laat hem horen. Dit kan wel eens mijn volgende worden, misschien. Ja? Ga je deze uitbrengen, denk je? Ik denk het wel. Ik vind hem daar gewoon te leuk voor. Iets harder, jongens. Komt-ie. Alle mijn heel gek doen. Alle niet naar bed doen. Alle goed de vibe die ze krijgt als ze bed doen. Zij wil gek doen. Alle niet naar bed doen. Alle goed de vibe die ze krijgt als ze bed doen. Catch your beat, jongens. Catch your beat it. Ja, daarom is je ook zo leuk. Gewoon. Hoe ga je het noemen? Annemijn? Gek doen met Annemijn. Ja, maar het gaat eigenlijk zeg maar over een soort van Anne Fleur, Annemijn, die eigenlijk zeg maar helemaal niet zo netjes is. Ja. Het is eigenlijk gewoon gek doen. Gek doen. En daar heb ik een nummer over gemaakt. Wauw. Wie heeft je geïnspireerd? Ja, toch wel Lin. Wat? Ook zo, wat? Ja, die verveelde blik ook gewoon zo. Vind je het leuk de was doen? Ja, super. Dat zie ik echt wel van je aan je af. Gewoon. Vooral als je fucking fit bent. Helemaal, ja, echt geweldig. Oh, schatje toch. Oké, jongens en meiden. Ik heb dus in Miami de PlayStation Remote, of de PlayStation Portable gekocht. Maar die wil ik eigenlijk testen. Heb jij je autosleutels in je zak? Ja. Ik wil ze testen. Je bent de verbinding met je PS5 kwijt. Ja. Wil jij anders even iets testen om dan nog naar buiten te gaan en vervolgens daar dan dit te gaan spelen? Is het serieus zo slecht ding dit? Maar ik vind het... Het werkt voor geen meter dit. Nee, ik ben even heel eerlijk. Ik heb hier bijna €400 voor betaald. En het werkt gewoon... Dat dollar was het. En het verbinding maken werkt gewoon niet. Ik had net FIFA erop, maar... Wat is dit, gast? Maar kijk, weet eens, waarvoor zou je dit ook voor gebruiken? Gewoon dat je leuk als je op vakantie gaat, sorry, je wilt in de auto even FIFA. Ja, maar jij rijdt toch altijd zelf? Ja, stel je voor. Jij koopt zeg maar, van, stel je voor dat ik je ooit een kan, keer... kan spelen. Maar hè, volgens mij, ik weet niet wat ik fout doe, jongens, maar ik heb ook al reviews gelezen dat het nou echt een klote ding was. Oh, kijk. Hey, nu doet hij het. Wedstrijd spelen. Het geluid is op zich ook nog wel... Oké. Okay. Oh, hij valt al weg. Hij valt al weg. Maar. Oké, ik kan nog FIFA spelen. Dat is de vraag, dus kan je op afstand gewoon FIFA spelen? Maar kijk. Gast, kijk die vertraging. Ja, zeg maar, als je online moet spelen, wordt het niks. Maar. Zelfs nu al bijna niet. Oké, ik kan wel scoren. Ik begrijp dus zeg maar niet zo goed waar hij dan voor bedoeld is als het voor de rest niet echt werkt. De vertraging is echt niet normaal. Kijk uit met de brug, want ik heb vandaag graden gereden. Dus. Ja, maar kijk, ik kan dus wel rijden. Je ziet zelfs een hele kras zitten van mijn Porsche, jongen. Kijk dan. Waar? Hier? Hier rechts. Je hebt het ook deze kijk, gedaan. Ja, hier, kijk, hier. Zie je, je rijdt iets verder door. Zie je daar die kras? Oh. Maar hoe heb je dit ook gekregen? Dit is de makkelijkste die bocht, snap ik dan misschien heel stom, wel. Heel stom. Oké, hij doet het wel nog. Ik kan hier nog steeds spelen. Maar nee, het werkt voor geen meter dit, jongens. Wat een kut aankoop. Ik was helemaal hyped in Miami hiervoor om dit uit te proberen. Maar het loopt echt voor geen meter. Het is echt super slechte beeldkwaliteit ook. En echt helemaal kut. Ja, weet je wat ik dacht? Ik dacht, dit is gewoon een PlayStation zit er zo van in. Ja, dat je gewoon op afstand kan spelen. Dat je nu gewoon kan spelen, maar je moet het zeg maar connecten met je... Eigen PlayStation thuis. Dat dacht ik dus ook, man. Maar dat had ik misschien eerder even moeten lezen voordat ik dit ding kocht. Jongens, dit is echt een miskoop. Nee, nee, je wil het echt doen. Wat? Wat? Dat dit een miskoop is. Ja? Okay. Nee. Ben je gek? Geef hem weg. Geef hem weg aan iemand. Ja, als iemand hem wil hebben. Want anders breek ik hem echt door midden. Oké, laat in de comments weten... of je deze wilt hebben. En waarom? En waarom? En waarom de Gio ook zo knap vindt. Ik leg dat ook. Om 28 februari leg ik hem om 3:00 PM leg ik hem op de brug. Dan mogen jullie hem komen ophalen. Dit is echt het domste wat je kan doen.
dat is echt heel dom. Denk je dat ik dit echt ga doen? Huh? Natuurlijk ga je dat niet doen. Ja, weet ik veel. Ik zie het voor jou. Jij zou het nog wel doen. Nee, natuurlijk niet, gek. Hele horde hier voor de deur. Oké, jongens, mijn vader staat voor de deur. Hij heeft net aangebeld. Je hoort de bel in de verte, maar we gaan even niet open doen. Kijken wat hij doet. Kijk, hier staat hij nu. Mijn link moet ook niet komen. Dan. Zal die gaan aanbellen, denk je? Waarschijnlijk gaat hij aanbellen. Of nee, hij heeft al aangebeld. Nee, waarschijnlijk gaat hij mij bellen. Even kijken hoe lang dit tot hij gaat bellen. Ah, zielig. Dat is echt sneu, inderdaad. Hij staat ook zo heel zielig met zijn mapje voor de deur. Oh, hij staat echt heel zielig. Kijk. Oh, hij gaat lopen. Oh, hij zit vergeten in zijn auto. Oké, poging 2, gaat hij nog? Hij pakt gewoon een huissleutel. Doe nu net alsof je niks. Gewoon hier gaan zitten van. Yo. Ga gewoon hier zitten. Maar ik weet niet of hij hierheen komt. Hij gaat gewoon naar binnen. Of niet? Nee, niet. Hallo? Hoi. Doe niet meer open. Waarom bel je niet aan, man? Ik krijg gewoon wel vlieg. Ja, hé, hey, papje. Oh. Nee. We zaten hier uit de fokken, maar we wilden kijken. Dat hoorde ik al. Zo niet grappig. Nee, helemaal niet. Jullie zijn hem niet leuk. Ik dacht dat ze veel leuker waren. Hoe was je vakantie? Echt goed. We wilden kijken hoe lang het duurde totdat je iets ging doen. Maar je ging gewoon met de sleutel naar binnen. Natuurlijk. Wij hebben het de laatste vlogs een paar keer gehad over het flauwvallen van deze mevrouw die hier staat. Lynn. Hoi. Oh, jij, dat ben jij toch? Ik, ik zal me even voorstellen. Hi, Gio. Niet geïnteresseerd in mij? Ik denk dat onze eerste keer. Ja, echt hè? Onze eerste ontmoeting was gewoon... Hi, ik ken jou ergens van, toch? Jij nou ook nog. Ja, dat zei ik toch? Ik zei toch... wat zei ik nou? Ja. Wij hebben elkaar nog nooit gezien, volgens mij. Nee, jij zei van... Jawel, ik weet niet wat je zei. Ik zei... Jawel, ik weet nog... Ik kwam die kapperszak binnen. En, want daar ontmoeten we elkaar voor het eerst toen we naar Frankrijk gingen. Toen was het zo... Hi, ik ken jou. Ja, heb ik nog niet gezien, hè? Ik zat al wel... Kijk. Jij deed fucking arrogant tegen mij. Nu even ter zake, want over het flauwvallen. Super lief hoe jullie allemaal meeleven en alles. Lynn gaat natuurlijk al... Ze is al jarenlang daarvoor naar de dokter gegaan. Het is niet dat het uit niets komt. Nee, ik las ook reacties over light dingen. En dus ik snap het. Alleen, ja, het is bij mij gewoon echt al mijn hele leven. Dus ja, dus het heeft ook niet te maken met light drankjes drinken, nee, inderdaad. Nee. Ik geloof zeker wel dat het niet gezond is. Maar ik had jou een appje gestuurd. Deze man gaat ook gewoon door mijn vlog heen lopen bellen. Hallo? Wat? Hey, Oh. Ga jij ook lopen bellen? Ik hoor je erover praten, maar ik weet niet dat je het voor me hebt gedaan. Oké, nou, maakt niet uit. Sorry. Nu ben ik mijn verhaal kwijt. In ja, geval... over dat. Ik snap het, maar het is het allemaal niet. Nee, het is het echt allemaal niet gewoon. Nee. En je hebt al jarenlang onderzoek naar gedaan. Ja. Wat zie jij nou weer naar ja te knikken? Ik deed niks. Bij de handje. Gaan we pokeball gaan? Hey, wie vind jij nou echt mijn stomste vriend? FNZ Visser. Ik weet niet of je die kent, maar die vriend... Ik ken hem ook. Echt een klootzak. Echt een klootzak. Hij doet dat zo raar. Hij doet dat echt raar. Echt voor niks ook gewoon. Nee, dan probeert hij ook nog liedjes te maken. Nee. Ja, dat is al helemaal... Dat is... Ik moet wel zeggen, ze zijn wel goed. Ja, maar ik mag vindt het niet, maar hij is wel echt goed. Oké, nou we gaan even eten ophalen jongens, want we hebben besteld. Dus we moeten het even afhalen. We zijn de auto even ingestapt dus. Ik ga nu eten afhalen, dus of ik kom terug met eten, of niet. Hey, succes. Jongens, met eten of... Doe de groetjes op de vlog aan de mensen die kijken. Ja, wij gaan even over jou roddelen. Ja. Echt. Lynn? Je mag hem ook uitzetten. Lynn? Mij. Wat een klootzak. Jij doet gewoon het lampje, je mag hem uitzetten. Nee, maar ik vind hem de klootzak. Ja, is het ook. Ik ben hem zat. Zitten we dan? Lynn, ik ben hem zat. Ga maar door. Doei! Waarom is het ook weer zo'n standaard leuke grap? Nee, des te meer eten voor mij. Ja, ga jij maar lekker opeten de kou buiten. Kut! Dit is zielig. Hij ging op eco-stand, dus hij viel uit. Heb jij lekker eten gehad? Heerlijk jongens, heerlijk. Oh, ik heb mijn honger. Ik heb me zo... Loop door! Ik heb zo'n honger hier. Ik kan de deur al lang open doen. En doe je schoenen uit, want Lynn die maakt die heel vaak schoon, hoorde ik net. Ja, Lynn was echt woedend op mij net, hè. Weet je het, Lynn? Wil je het even voordoen?
hoe jij voelt. Lindy liep letterlijk zo, hè. En ze zei zo, oh, je hebt je schoenen nog aan. En ze keek maar echt zo aan, zo. Gewoon dit zo. Ze liep, nee, je liep echt zo. Nee, je moet daar staan. Lindy liep echt zo. Want ik maak je heel vaak schoon. Echt, zeg maar, boeren. Want als ik zeg maar, ik dacht bijna van... Oh, snel uit doen, snel uit doen. Oh, yeah. Hey, ik ga een foto van jullie maken. Oh jongens, ik heb echt nog steeds een hekel aan deze lamp. Maar die moet nog steeds gefixt worden. We hadden echt, ik wil net zeggen, we hadden al zoveel licht hier. Ja. En we ook nog eens wegschuiven. Zal ik hem even wat feller zetten anders? Ja, dat is top. Dan zien we een beetje ons eten. Ja, dan kan je ook een beetje je eten zien. Nou, dit is even ons eten voor vanavond. Ik heb lekker rijst ook. Hoppa, gebakken rijst. Had je alleen rijst? Ja. Ja. We hadden dit delen, toch? Ja. Dus ik krijg niet van deze kip? Nee. Nee. Veel kwaad. Oké, ik dacht al. Nou, eet smakelijk, geniet van. Dankjewel, jij ook van je reis. Ja, het ziet er goed uit, heerlijk. Moet je niet wat daarop doen of zo? Ja, misschien wel, hè? Eigenlijk, het ziet wel een beetje saai uit. Maar er zit mais in en zo, en een beetje stukjes. Op gebakken reis hoef je toch niks op te doen. Nee, dat is best lekker gewoon, dat scheelt. Ja. Nee, maar jongens, er moet echt even een lamp komen hier. We zijn ermee bezig, alleen het duurt allemaal even wat langer. Of tenminste, ja. Wat lamper. Leuk. Goeie. Vincent. Vind jij dat ik een pensje heb? Die inhouden. Ja, jij zag het ook, hè? Je ging hem in. Hou jij je struim hoog? Nou gewoon uit hoe die was. Want dit was niet hoe die was. Je moet een keer springen en inademen en uitademen tegelijkertijd. Ik mag ook niks zeggen. Nee, jij hebt een pens. Laat jij je pens eens zien. Nou, maar jij hebt Maar ik ben ermee bezig. Het is de leeftijd, jongens. Het is de leeftijd. Ben je ermee bezig? Het is de leeftijd. Bro, wij horen op onze leeftijd helemaal niet dit te zijn. Jij bent niet eens zo oud. Maar vind je echt dat ik een pen... Jij bent toch 22? Nee, ik ben al 28 bij. Nee, dat is niet waar. Hij is 22, ja. Nee, jij bent ik was nog laatst, ja, ik ben 23. Oh, ben je 23? Nee, je bent 23. Je bent 22, toch? 23. Geworden. Wanneer? 9 februari. Huh? Jij bent nog gefeliciteerd. Heb ik jou niet gefeliciteerd? Jawel. Jij ook. Ik van... Oh, jawel, ik heb je wel gefeliciteerd. Ik dacht wel... Ik schrok al. Nee. Volgens mij ook hoor. Ik heb jou als het goed is wel een bericht gestuurd. Ik heb anders, hè? Anders mag je me nu echt op mijn bek slaan. Jij hebt een berichtje gestuurd door mij, want ik zei Vincent is jarig. Ja, maar dat geloof ik wel. Maar dat is niet erg. Als ik het maar doe. Als ik het maar doe. Gefeliciteerd, broeder. Ah, goeie. Ja. Kijk jongens, Vincent is de deur uit. Ik lig op de bank en dit is wel chill. Ik kan nu dus, zeg maar wel... op de bank met goede internetconnectie gewoon FIFA spelen. Terwijl ik lekker naast Lin lig, die hier ligt te slapen. Kijk, dus dan is dat ding wel weer top. Ta 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 ta. De jetlag kikt nog in. Frikandellen. Kijk eens. Oh, je hebt de mini frikandellen. Ze waren groot, maar ik heb ze klein gemaakt. Oh, ik dacht al. Ik vond het lekkerder eigenlijk. Jongens en meiden, het is tijd om lekker te gaan slapen. Wij staan er weer boven lekker hier in de badkamer. En ik ga het hierbij laten. Dus jongens en meiden, morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuw vlog online. En morgen gaat dus ook waarschijnlijk de vloer gelegd worden en alles. Dus dat ga je allemaal zien in de vlog van morgen als je dus daar benieuwd naar bent. Dus ja, superleuk. Maar jij zit lekker je tanden poetsen. Lekker? Heerlijk. Ja, ik ben ook echt doodmoe jongens. Dus nu ben ik dus wel moe. Het is nu 2:30. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken nogmaals. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu, later! Doei!